Ik ben benieuwd of dat gaat. Ik was van plan mijn audiorecorder mee te nemen. En dan op de fiets wat... fiets. Wat in te spreken voor bijvoorbeeld een openlucht Daily Minutes, maar ik was dat ik vergeten, de recorder, en ik heb ook toen een, ik zie allemaal pop-upjes komen, ik hoop niet dat dat storend is in het video, maar het is WhatsApp die om de paar seconden een pop-upje geeft, dat mijn app niet up-to-date is. Dat kan kloppen, want ik heb helemaal geen WhatsApp app er meer op staan, maar ik blijf wel die meldingen geven, ik weet niet hoe ik ze wegkrijg. De telefoon staat net aan. Ik heb eigenlijk zelden mijn smartphone aan onderweg. Nu dus wel. Maar het levert vast wel mooie beelden op met dit weer. Hè. Dit is niet ver van mijn huis. Ook niet zo ver bij Hans vandaan. Maar die zal dit ongetwijfeld herkennen. Maar dit is hier wel mooi. Een voormalig landgoed. Ik zie nu het koetshuis, maar dat krijg ik niet in beeld. Nou, een stukje video. Voor het eerst in tijden weer. Ik moest even ergens heen. Ik ga fietsen. Niet de step. Wat me opvalt dat is dat... sinds een tijdje heb ik een fietshelm die ik draag. Dat het zo ongelooflijk comfortabel is. Ik moet het goed zeggen. Ik heb mij graag niet eens dat ik het ding op heb. En dat is toch wel het geval. Dus ik heb altijd wat schroom om mezelf in beeld te brengen. Maar daar gaat ie. Hup weg. jawel, nou kom ik weer enigszins in de bewoonde wereld. Maar dat betekent ook dat ik dichter bij huis aan het komen ben. Dus, het heette de Schot of Salaam. En het voormalige buurschap en landgoed. Ik richt de camera even van het fietsend publiek af. Ik weet niet of die ervan gediend zijn. En met tegenlicht deze opnames, dus ik hoop dat het lukt. De vorige keer dat ik dit deed met mijn smartphone, kon ik het scherm niet zien, omdat mijn ogen toen nog niet gedingers waren. Ik zag echt niks. Terwijl het scherm niet. En ik kan nu, het is niet fantastisch, maar ik kan goed zien wat ik in beeld breng. Dus dit is een beetje een... gevoelige plek voor mij. Nou, gevoelig, maar ik heb een keer een heel ernstig ongeluk gehad op dit punt. Toen was er nog een vluchtheuvel. En ik wilde linksaf. En ik werd links ingehaald door een brommer. Waarvan ik dacht dat hij me nooit links zou passeren. Ik had nog mijn hand uitgestoken. Het was donker. Zo. Dit is het bewoonde gedeelte. Zometeen is er weer een stukje. Wat iets meer landelijk is. Ik ken dit nog van toen het allemaal boerenland was. Maar het zit nu aan de rand van een sportterrein, parkje. Eigenlijk deel van een woongebied. Hè. En zo. Als die mensen passeren. Ik vind dit opname zelf wel leuk. Ik moet nog een keer die actioncam op mijn pad zetten. Dat is ook nog steeds niet gelukt om daar echt langdurig wat mee te filmen. Het is wel leuk als ik een keer wat verder fietsen. Nou, in tegenstelling tot... kijk, zo'n vluchtheuvel was het. Maar in tegenstelling tot de vorige keer dat ik dezelfde fietstocht maakte, precies 2 weken geleden, is mijn conditie heel aardig. Dus ik ben wel wat buiten adem, maar ik moet wel wat aan mijn conditie doen. Maar het terugfietsen van die vaccinatie, dat was een ramp. En heen ging het ook niet zo goed als dat het nu gaat. Dus de conditie is duidelijk anders dan toen. Maar het is mooi dat het allemaal weer goed gekomen is. Het is gisteren ook geen spierpijn meer. Maar ja, nog wel iets anders waarvoor ik even het ziekenhuis moest wezen. Jawel. Overigens, zo goed als zeker underrated met betrekking tot de vaccinatie. Ik ga zo het bewoonde gebied in. Dan ben ik ook bijna thuis.
Dus dan schakel ik er weer uit. Ik ben benieuwd hoe dit gelukt is. Jawel. Zijn dit daily minutes of zijn dit geen daily? Nee. Dan moet ik ook echt in beeld verschijnen. Maar ja, dan moet ik wel een mondkapje op. Zo. Dus we gaan naar links af. En dan ben ik toch echt in de bewoonde wereld aangekomen. Hoewel het hier ook al landelijk aandoet. Ik wou zeggen landrug, maar dat is iets heel anders. Met al dat riet hier en zo. Het is een vroegere kennis van mij. Ik heb dat vaak vergeten, want we zaten samen in een kookclub. Ja. En dit is de wijk Sielhorst, waar ik zelf woon. De sporthal daar iets verderop, aan de rechterkant. Dat is al jarenlang de 400 bijeenkomsten gehouden werden. En het gedeelte wat laag is, wat pal aan de weg staat. Met ramen en volgens mij nu ook lichtbrand. Dat kan ik niet helemaal goed zien. Ik rijd er zo recht op af. Dus dan komt het nog wat beter in beeld. Nou, begin ik toch wat. Maar ik trap behoorlijk door. En dat is wel een vouwfiets, hè. Omdat het fiets niet bepaald ligt. Ik heb hem voor ik vertrok nog even gesmeerd. Om te kijken of ik dan niet wat kon verbeteren nog. Jawel. Nou, nog steeds beeld. Ik ben benieuwd hoeveel geheugen dat ding nog heeft. Want dat was ook niet helemaal zeker. Hij was wel opgeladen. Dat doe ik meestal wel. Nee, ik gebruik hem nooit dus. Zo. Dit is waar de Veronavonden destijds waren. Tot een jaar of vier geleden. In precies deze ruimte achter de ramen. Jawel. Nou, ik ga het stilzetten. Dus even kijken. Ik ga dit zelf ook vooral leuk vinden om te bekijken.